op naar Eerste Nationale dan in het veldvoetbal, waar Royal Knokke moest afreizen naar Capelle. Wat een blij weerzien was met coach Van Borm, die voor een eerste maal na vertrek aan de kust moest spelen tegen de ploeg waarmee hij vele successen boekte. Dat is de eerste keer in feite dat ik nu tegen Knokke heb gespeeld. Dat zal altijd de ploeg van mijn hart blijven, voor altijd. Dus ja, tuurlijk, dat is heel speciaal. En zo schakelen we meteen over naar een stevige pot zondagmiddagvoetbal, waar maar liefst 10 gele kaarten zouden vallen en waar de eerste 2 er zijn voor de thuisploeg. Veel middenveldspel zonder echt grote kansen te forceren, tot in minuut 38 wanneer Thomas van Zandvoort Capelle op 1-0 zet. Iedereen maakt zich op om te gaan rusten bij een 1-0, al denkt de thuisploeg daar anders over. Want op slag van rust zijn ze daar opnieuw. Chimanga scoort de 2-0, een mokerslag voor de kustjongens. Knokke wil de thuisploeg meteen van antwoord dienen, maar de poging gaat op de dwarsligger. Coach Stan van Knokke heeft zijn spelers de levieten gelezen onder de rust en brengt maar liefst 3 nieuwe spelers, waar de kustjongens via vrije trap al meteen gevaarlijk zijn en een goede kans krijgen. Knokke gaat nu voor powerplay en zo krijgen we een stevige pot waar alle registers opengetrokken worden, met 3 gele kaarten in de eerste 15 minuten van de tweede periode. En zo krijgt Knokke uiteindelijk loon naar werken. Minuut 67, Schoonbaard met de aansluitingstreffer. Knokke heeft nu het commando overgenomen en scoort 3 minuten na de aansluiting de gelijkmaker, al wordt deze nog afgekeurd voor buitenspel. Het is nu een heerlijke pot daar in het Antwerpse met alles op en aan. We zijn amper 5 minuten later wanneer Knokke, meer dan verdiend via Jens Nasus, op 2-2 komt. Het is nu pompen of verzuipen voor de thuisploeg waar Knokke heer en meester is en op zoek gaat naar de winning goal. En zo moet de thuisgoalie alles uit de kast halen, maar hij belet wel dat Nasus de 3e goal scoort. Nog hebben we alles niet gehad wanneer Niels Pierre op wandel gaat, maar in het zijnheid besluit. We zitten ondertussen diep in de blessuretijd wanneer Knokke nog een hoekschop mag nemen, maar ook deze wordt perfect geplukt door de thuisgoalie. En zo blijft het in Capelle 2-2. Coach aan de stand, 2-2. Welk gevoel heerst er na dit gelijkspel bij jou? Niet tevreden, hè? Zeker na wat we na 45 minuten hebben gezien vandaag. Was dramatisch, was het slechtste van heel de competitie dat we getoond hebben vandaag. Daarom ook de 3 wissels. In de tweede helft heb ik de Knokke die ik wil zien. Met heel veel intensiteit, tweede ballen. We wisten hier ook dat het heel veel power moest brengen. In de eerste helft hebben we totaal niet gebracht. De Capelle won alle duels, alle tweede ballen. En stonden ook verdiend 2-0 voor. Dan moet je reageren, dan moet je een paar wissels doen. En ik denk dat de wissels vandaag het verschil gemaakt hebben. En ik denk op basis van de tweede helft dat je die wedstrijd nog zeker kan winnen. Dus. Jens, naast ons 2-2 hier op Capelle. Wat is jouw gevoel na die wedstrijd? Eerlijk gezegd niet zo goed. Als je zo'n eerste helft speelt, dan moet je heel blij zijn met een punch. Ik denk dat we de tweede helft getoond hebben hoe dat we eigenlijk een volledige match moeten spelen. En ja, dat is jammer. Heeft het gestormd in de kleedkamer bij die 0-2 ruststand? Ja, kunnen we wel zeggen. Ja. Ik denk dat we in alle vlakken gewoon, ja, precies of we er geen zin in of zo. En Capelle wel. We verloren al duels, al tweede bal. En ja, dat moet gewoon eerlijk zijn en dat moet beter. Hè. En dan zijn we wel, hebben we van systeem veranderd in de tweede helft. Dus, voor de eerste keer dit jaar met 2 spitsen gespeeld. Ik denk dat ons dat wel ligt. We kunnen meer druk naar voren zetten. En laat ons daaraan vasthouden. Hè. Coach Yves Van Borm, 2-2 thuis tegen Knokke. Jouw gevoel na deze wedstrijd? Dubbel gevoel. Hè. Voor de wedstrijd had ik direct getekend voor een punt. Maar als je de rust ingaat met een 2-0 voorsprong, dan hoop je op iets meer. Maar de tweede helft was voor ons niet goed genoeg. Wij waren in balbezit nergens. Wij verloren altijd de bal, waardoor we ook altijd onder druk kwamen. En die 2-2 zijn ook terecht. Jullie stonden terecht 2-0 voor bij de rust. Hoe komt het dat het dan na de rust toch nog misloopt volgens jou? Ja, gewoon omdat we in balbezit niet goed waren in de tweede helft. We verloren veel te snel de bal. We konden de bal niet houden.
En als je de bal niet kunt houden, ja, dan kom je sowieso onder druk. Knokke speelt dan ook alles of niks, uiteraard. En ik denk dat we achteraf moeten blij zijn nog dat het 2-2 is gebleven.